Goedendag, welkom bij Sportclub Rijnmond. Vanwege het interlandvoetbal waren onze regioclubs vrij, maar we hebben zometeen wel een mooie reportage van de Feyenoord Academy in Zuid-Afrika. Verder hebben we shorttrack, basketbal en voetbal in de topklasse. En daar beginnen we mee, want in de zaterdag topklasse stond de derby tussen Barendrecht en Capelle op het programma. Barendrecht doet het goed en was 2 weken geleden nog koploper in de topklasse. Capelle valt tot nu toe wat tegen en is terug te vinden in de middenmoot. Voorafgaand aan de wedstrijd tussen Barendrecht en Capelle is er een indrukwekkende minuut stilte op Sportpark De Bongert. De nagedachtenis aan Piet Weda, het clubicoon van Barendrecht, die op 77-jarige leeftijd overleed. Barendrecht komt daarna aanzienlijk beter voor de dag dan Capelle. Hier een aanval over de rechterflank. Via Jonkman en Eekman komt de bal bij Sunmes. Hij gaat lopen met de bal, geeft de bal toch terug op Jonkman, die weer Eekman bereikt. En een lange voorzet kan dan worden weggewerkt door Jaliens. Maar de tweede bal is weer voor Monster van Barendrecht. Bazoski neemt de tijd. En dan kopt Winterberg de 1-0 binnen. Over doelman van de ploeg en een prima start voor Barendrecht. Dat toch al vrij goed doet in de competitie met de nieuwe trainer Adrie Poldervaart. Na 10 minuten is er dus de voorsprong. Niet veel later dan. Stolk past in op Esaias, die tegen de grond wordt gewerkt. Vrije trap dus voor Barendrecht van een meter of 20 à 25. Stolk achter de bal. En die bal is geplaatst. En zo staat het na 13 minuten al 2-0 voor Barendrecht. Dan ziet ook de verdediging van Capelle en ook keeper van de ploeg er niet goed uit. En Capelle kan er eigenlijk nog weinig tegenover zetten. Na een klein half uur dan. Eindelijk Capelle is in de aanval. Krolus zet aan de linkerkant voor. Maar Barendrecht werkt weg. Makkelijk gefloten lijkt het voor deze overtreding. Een vrije trap dan dus voor Capelle. Kousen maken achter de bal en die bal gaat ook zomaar binnen. Je ziet de verdediging van Barendrecht er weer niet goed uit. Maar in de herhaling is te zien dat Jonkman de bal toucheert en eigenlijk dus een eigen doelpunt maakt. Maar zonder goed te spelen is Capelle wel weer terug in de wedstrijd. Na rust valt het niveau ver terug. Capelle gaat achterin 1 tegen 1 spelen en krijgt wel een veldoverwicht, maar creëert nauwelijks kansen. Ook Barendrecht laat eigenlijk weinig meer zien. Het slot van de wedstrijd dan, toch nog een bal richting Jordao Patinama van Capelle, de voorzet. En dan staat Bolrak op de goede plaats. Simpel tikt hij in de 87ste minuut de 2-2 binnen. En zo eindigt de regio derby tussen Barendrecht en Capelle toch nog in een gelijkspel. Dan door met RVVH dat op bezoek ging in Veenendaal bij GVVV. Hier appelleert GVVV voor een penalty. Rezo zou hier hens gemaakt hebben, maar de scheidsrechter fluit niet. En daarna blijkt RVVH dus spelend in de zwarte shirts toch de sterkere in Veenendaal. Marta paast op Baradas. Hulsbos duwt licht, maar er wordt wel een vrije trap gegeven. Jesse Eggers legt aan. En scoort de keeper. Sven Tabarima gaat gruwelijk in de fout. De zware bal gaat binnen. En na een kleine 20 minuten is het dus 1-0 voor RVVH. Een minuut later dan. Knullig balverlies van GVVV. Gudde tikt de bal dan door naar Marta. Hij bedient op zijn beurt Baradas. En dan is het de 2-0. Of is het toch een eigen goal van Hulsbos? Feit is dat RVVH dus op rozen zit met die 2-0 voorsprong. Kwartier in de tweede helft dan een reuze kans voor Marta. Maar de keeper Tabarima redt. Slecht ingeschoten van Marta, zouden we ook kunnen zeggen. En ook in de rebound rost Baradas de bal over. En in plaats van 0-3 wordt het nog spannend. Zeker met deze voorzet van Adnano. Ramic kopt op de paal. Maar RVVH wint toch gewoon en staat nu 8e in de topklasse. De basketbaldames van binnenland zijn het seizoen niet goed begonnen. Na 4 wedstrijden staan ze onderaan de middenmoot. Toch is dat niet zo vreemd als je kijkt naar de vele veranderingen die plaatsgevonden hebben bij de club. En als je bedenkt dat de helft van de selectie geblesseerd is. De dames van binnenland werken hun thuiswedstrijden dit jaar af in sporthal De Driesprong in Barendrecht. Daar speelt de rest van de club ook. De afgelopen 6 jaar gebruikten de dames het Rotterdamse topsportcentrum. Maar nu zijn ze dus weer terug. We hebben vorige week eerst het thuiswedstrijd gehad. We hebben dat gecombineerd met de heren. En het was aanmerkelijk drukker dan we in het topsportcentrum gewend waren aan het begin van het seizoen. Vorige week hadden we 250, 300 man over de vloer. Dat is het topsportcentrum in de beginfase van het seizoen waren we blij met 50. Dus er zit wel een wezenlijk verschil tussen. Ja. Het eerste damesteam dat in het blauw speelt is weer terug in Barendrecht. Omdat de stichting Rotterdam Topsport afgelopen zomer de financiële steun intrekt. En er een gat in de begroting ontstaat.
Nou, als je het echt hebt over kostenbaten, zeg maar, zit je op 15.000 euro liquide middelen, zeg maar. Ja. 15.000 euro? Ja. Ja. En dat is hoeveel procent van de begroting? Dat is een fors deel van de begroting. Dan heb je het echt wel over 30% van de begroting, zeg maar, zo'n beetje. 30-40% van de begroting, ja. Om dat gat te dichten gaan de speelsters zelf ook aan de slag en organiseren een sponsordiner. Daarnaast kunnen bedrijven voor 1000 euro per stuk hun naam verbinden aan een van deze banners. En daar zijn er inmiddels al 7 van verkocht. Zo is een groot gedeelte van het gat gedicht. En staat er toch een selectie die mee kan doen om de titel. Dat blijkt wel aan het begin van het seizoen als Binnenland de Supercup wint. Alleen kampt het team nu met een ernstig blessureprobleem. Van de 11 speelsters zijn er 5 geblesseerd. Er zitten sowieso 2 internationals bij en 1 jeugd international. Dus dat zegt al genoeg. Ja, met Eline en Rian, ik denk dat elke andere ploeg, nou, in ieder geval die meiden er graag bij zou willen hebben. En in ieder geval, ik denk bijna bij elke ploeg al zouden starten. Nou ja, goed, Rachel is gewoon heel belangrijk voor onze ploeg. En dan missen we Esther nog en Rendel. Dat zijn 2 hele belangrijke schutters. Dus ja, ik zou zo een wedstrijd met die 5 kunnen starten. Zonder twijfel. Door hun afwezigheid moeten Lisa van de Adel en met name deze Zera Butter een groot deel van de productie voor hun rekening nemen. Dat lukt Butter goed, want in de laatste 2 wedstrijden is ze goed voor respectievelijk 41 en 27 punten. We hebben 5 geblesseerde speelsters, die horen wel ja, de lijn tot eten met 7. Dus inderdaad zit wel wat druk op mijn schouders. Maar in principe, ik hou me wel, probeer wel het hoofd koel te houden en niet te laten merken dat frustraties en dat soort dingen. Dus ik probeer er wel goed mee om te gaan. Ja. Het eerste doel van Binnenland is om in december de Final Four te halen. Dat is een toernooi waarin de bovenste 4 ploegen van de competitie strijden om de halfjaarlijkse titel en Europees basketbal. Kijk, we hebben er nu 2 gewonnen en 2 verloren. Dus wat dat betreft doen we gewoon mee. Alleen ja, we krijgen natuurlijk nog wel wat moeilijke ploegen voor ons kiezen. En ja, daar moeten we het dan tegen laten zien. We moeten ergens een stuntje uithalen met deze ploeg, denk ik. Want dat zie ik wel als een stunt. En dan gaan we kijken waar we eindigen. En kijk, ik verwacht dat we in november dat de een aan de ander gaat aanhaken. En dan gaan we ook, dan gaan we ook spelen. En dan gaan we zien waar we pas echt staan. Afgelopen weekend ging in Dordrecht het internationale shorttrackseizoen van start. In februari wordt er op de Sportboulevard in Dordt echt om de prijzen gestreden tijdens de World Cup. Toch waren veel van die toppers dit weekend al in Dordrecht om hun lange voorbereiding positief af te sluiten. Toegegeven, het wordt 's ochtends al een stuk kouder op de fiets. Maar aan schaatsen denken de meesten van ons toch nog niet begin oktober. Toch wordt er alweer volop geschaatst, bijvoorbeeld door de shorttrackers. De International Invitation Cup in Dordrecht vormt de opening van het shorttrackseizoen. Het evenement is voor Nederlandse shorttrackers de eerste krachtmeting in een internationaal veld. Er doen onder andere shorttrackers mee uit Hongarije, Duitsland, Groot-Brittannië en Kazachstan. Dit zijn altijd de mooiste wedstrijden van het jaar, want iedereen is all over the place. Het is heel veel getraind deze afgelopen periodes, veel verschillende ijsvloeren geproefd, maar het is altijd met dezelfde groep. En nu kom je met de Hongaren, met de Engelsen, met de Duitsers in aanraking. En daar is deze wedstrijd ideaal voor in voorbereiding op de wereldbekerwedstrijd. Nou, het is weer klaar, hè? Dat is weer mooi. Ja, het gevoel, ik heb gewoon de wedstrijden gereden die je moet rijden. En dit hoort er even bij. Dit is een harde die je moet nemen voordat je aan de wereldbekerwedstrijden kan beginnen. En dat hebben we gedaan. Een noodzakelijk kwaad, zoals ik je hoor beschrijven. Ja, nee, inderdaad. Precies. Zo kennen we Shinky Knecht. Geen sociaal wenselijke antwoorden van de regerend wereld en Europees kampioen. De 26-jarige Fries bewaart goede herinneringen aan de ijsbaan op de Sportboulevard in Dordrecht. Hier pakte hij begin dit jaar de Europese titel. Ik ben ook een keer Europees kampioen geworden in Tsjechië en daarna nooit weer geweest. Dus in principe maakt dat me niet zoveel uit hoor. Het is een ijsbaan en we moeten ons trucje doen. En of het nou hier is of in in Shanghai of in Montreal, dat moet toch gebeuren op de ijsbaan. Dordrecht speelt ook dit jaar een rol op de shorttrack kalender. In februari wordt hier de laatste wereldbekerwedstrijd van het seizoen verreden. En dat moet net zo'n spektakel worden als het EK. Het is de laatste World Cup in een serie van 6 wedstrijden, dus de laatste is hier. Iedereen zal aanwezig zijn. Maar ook vergelijkbaar met het EK natuurlijk weer een hoop entertainment en geluid. En waar je nu nog allerlei lege plekken zit, zal dan overal tribunes zijn. Want we gaan weer extra tribunes bijbouwen ten opzichte van de EK. Dus elk leeg hoekje van het stadion zal gevuld zijn. En dan ook weer de opstap eigenlijk naar volgend jaar, wanneer we het wereldkampioenschap in Ahoy zullen hebben. Dus dit is ook weer een mooie testcase hoe we dat dan eigenlijk na Dordrecht naar Rotterdam kunnen brengen.
In 2017 wordt het WK dus in Rotterdam verreden. Het is een van de tekenen dat Nederland aan de weg timmert als shorttrack land. De Invitation Cup worden de Nederlandse dames uiteindelijk eerste en pakken de mannen het zilver. En dat is een kleur waarmee Knecht verderop in het seizoen geen genoegen zal nemen. Nee, ik heb nog nooit een afstand gewonnen op een WK en ook nog nooit een wereldbekerwedstrijd. Dus dat zou wel mooi zijn dat ik eerst zou kunnen lukken. Dan zou ik die wereldbekerwedstrijd hier in Dordrecht uitkiezen. Ja, maar dan duurt het nog wel heel lang. Dan moet ik dus nog 5 wereldbekerwedstrijden tweede worden. Dat is denk ik niet helemaal de bedoeling. De Feyenoord Academy reist over de hele wereld om kinderen training te geven, zoals ze ook op Varkenoord doen. Onlangs waren de jeugdtrainers Jan Guskens en Jeffrey Oost in Zuid-Afrika. En als het aan de trainers ligt, niet voor de enige en laatste keer. Kinderen van 30 schoolteams krijgen 5 dagen training van 2 trainers. Om te slagen als profvoetballer hebben ze 1 kans. Daar hebben ze alles voor over. En dat is in Nederland natuurlijk ietsjes minder. Val je af bij Feyenoord, dan ga je naar Sparta. Val je af bij Sparta, dan ga je naar Excelsior. Als je hier afvalt, dan heb je een probleem. De Feyenoord Academy is in Vrijstaat, een van de 9 provincies van Zuid-Afrika. Er wordt getraind in de hoofdstad Bloemfontein. In deze omgeving is ook voormalig Feyenoorder Kamohelo Mokotjo opgegroeid. Jan Guskens was zijn jeugdtrainer toen hij in 2005 1 jaar bij de Supersport Feyenoord Academy werkte. Als geen ander weet hij wat je in Zuid-Afrika kunt bereiken met een goede jeugdopleiding. Ik had een zeg maar onder 15 gemixte groep met wat jongens van onder 16. We speelden in onder 19 league in Pretoria, omdat er verder geen tegenstand was. En we werden uiteindelijk toch, ik wil niet zeggen ongeslagen, maar we werden kampioen. En dat gaf al aan dat wij alleen maar serieus bezig waren met de opleiding van de jongens. En dat voor de rest de andere grote teams in Zuid-Afrika het opleiden niet serieus namen. Ik moet zeggen, fantastische tijd gehad en ook voor mij een hele leerzame tijd. Oké, kom! Op de voetbalvelden in Vrijstaat zie je voornamelijk donkere kinderen. Blanke mensen voetballen amper. Zij rugbyen of cricketen liever. De kinderen op het Feyenoordkamp voetballen het hele jaar door. En waar het maar kan. Met een droom, maar zonder idee. Het is heel dankbaar. De jongens, als je dan in het begin ook ziet dat ze een beetje confused, een beetje verbaasd kijken. Waar ben je nou mee bezig? En op de duur gaan begrijpen waar het voetbal om gaat. En dan zie je aan de gezichten, de blijheid aan de gezichten van hey. Dit heb ik nog niet gehad, maar ja, dat maakt me wel beter, ja. Een van de jongens die de stof wel begrijpt is de 17-jarige Tyrone. Hij voetbalde een jaartje in de jeugd van Bolton Wanderers in Engeland. En er is een groot verschil tussen het voetbal in Europa en het voetbal in Zuid-Afrika. I think it's the pace of the game and the tactical awareness, as I said. And in South Africa we play more direct football, as in terms of running with the ball and so forth. But in England and Europe, let's say for instance, it's more about technical, it's more about reading the game, your game intelligence and so forth. Tyrone woont al zijn hele leven in Heidendal, een middenstandswijk in Bloemfontein. De straat is het begin van elke voetbaldroom, ook bij die van Tyrone. This is where it all started for me. This is where my father brought me every day. We used to train hours and hours of training with some other guys who were taking part in the team. So that's where it all started for myself and the other guys who are still playing today. When we used to play soccer, some friends left playing football and then just went for
for using drugs and abusing drugs. They are the only friends that I used to have back in the day. So now I only have a few friends. I only have one or two friends, which I think would benefit me, you know, which are career driven, which are positive, which are always focused on what they want to achieve. And they're always positive and encouraging me, motivating me and so forth into reaching my dream. Yeah. Op het voetbalkamp in Bloemfontein wordt geen nieuwe Mokotjo ontdekt. Dat komt omdat de Zuid-Afrikaanse clubs vooral op de korte termijn denken. In jeugd wordt niet geïnvesteerd, terwijl er wel degelijk veel talent is. Nu het financieel weer wat beter gaat met Feyenoord, hoopt Guskens dat er meer geïnvesteerd wordt in het Zuid-Afrikaanse jeugdvoetbal. Ik zou het in ieder geval zeker in Afrika toejuichen, want ik vind wel dat we niet alleen aan onze Rotterdamse kinderen moeten denken. En ook dat gaat hartstikke goed allemaal. Maar misschien zijn we bij Feyenoord alweer klaar voor om eens wat verder over de grenzen te gaan kijken met het investeren in toptalenten. So you find a solution. That's important. Voetbal is not only about doing it with your feet, but also it's a mind game. You have to think. Het is niet makkelijk, dat hoor je mij niet zeggen. Maar we moeten verder kijken dan alleen ons eigen cirkeltje, denk ik alles. En meer Feyenoord in Zuid-Afrika is nu te zien op onze website Rijnmond.nl. Dit was Sportclub Rijnmond voor vandaag. Vrijdag zijn we weer met FC Rijnmond en dan is bij Etienne Verhoef Geert den Oude te gast. We zien een reportage over het rood-wit mannen- en vrouwendiner van Sparta. Ik wens u nog een prettige dag.